We komen net van de kolonisten. Na de kolonisten kwamen de Afrikanen. En vandaag bij mij op bezoek de heer Iwan Wijngaarden. En die gaat ons meer vertellen over de komst van de Afrikanen naar Suriname. Meneer Iwan, welkom. Dank u. Hoe zijn die Afrikanen in Suriname gekomen, meneer Iwan? Ze zijn geronseld, verkocht en verscheept vanuit Afrika, het werelddeel Afrika, naar Suriname. Mm-hmm. Van welke delen vanuit Afrika? Nou, er zijn, wat de wetenschappers hebben achterhaald, zijn 9 landen in Afrika. Ghana is één belangrijke, mm-hmm. Maar 9 stuk zijn ze vandaan gekomen. In welke periode was dat? We rekenen zo dat wij in Suriname zo in 1650 Afrikanen hadden in Suriname. Mm-hmm. Tot slaafgemaakte Afrikanen. Mm-hmm. Maar meneer Wijngaarden, wat kunt u ons vertellen over die Afrikanen die naar Suriname kwamen? Wel, ik moet zeggen, ze zijn gekomen, geronseld, is al een vervelende start, geronseld, geketend op zeilschepen. Mm-hmm. En dan naar Suriname en in Suriname verkocht naar plantage-eigenaren. En onmiddellijk gestart als tot slaafgemaakt om te werken op de plantages. Mm-hmm. Koffie, cacao, citrus, koffie, cacao en houtplantages en suikerriet. En dat is natuurlijk, ze hebben niets kunnen meenemen. Mm. Net als hoe die andere mensen een koffer hebben meegenomen, ja, die hier gekomen zijn. Ze zijn met een lendendoek, zeg maar, of wat ze aan hun lichaam hadden, zijn ze meegenomen. Wat ze wel hebben meegenomen is in hun hoofd, de kennis, et cetera, hebben ze meegenomen. En dat hebben ze hier in Suriname ontwikkeld. Dus wat we aan cultuur hebben, et cetera, is eigenlijk hier ontwikkeld. Mm. En wat zijn de markante momenten van die Afrikanen? Nou, er zijn heel wat, is een gevecht tegen je vrijheid. We hebben de slaven gehad, tot slaafgemaakte. En je hebt mensen die weggelopen zijn. Dus we kregen op een gegeven moment 2 groepen. En de ene groep moest zichzelf in stand houden in de bossen. En de ene moest zich ook verzet plegen op de plantage zelf. En wat markante momenten zijn het gevecht van Bonnie, bijvoorbeeld. Bonnie, die verzet. Ik ben naar Cortica geweest, daar zie je het helemaal groen. Dan zeg ik, dat is het succes van Bonnie. Er zijn geen plantages daar overgebleven. Alles eind aan gemaakt. Het groot gevecht in Tempati, waar honderden mensen zich vrijgemaakt hebben door een strategisch gevecht van de 7 plantages. Het was zo ontmoedigend voor de plantage-eigenaar dat ze het niet meer hebben opgestart. We hebben gehad het Bisi-serie en Sinabo Komowijnen, die dus onthoofd is, et cetera, waar hele leuke dingen eruit gekomen zijn. Verandering is gekomen in het gebied. We kennen onze Kodjometra en Procent die levend verbrand zijn, Tom Christian opgehangen en Betsy. En dat zijn allemaal verzetstrijders die verzet gepleegd hebben tijdens die periode. En zijn succesvolle, want dat heeft de slavernij een beetje tegengehouden. En het meest vervelende natuurlijk is onze grootste hero is in 1793 doodgeschoten en onthoofd. Hoe ging de groepering? De groepering ging het moment dat je al na 1650, heel gauw, kreeg je weggelopen slaven. Mm-hmm. En die gingen zich later groeperen toen ze een aantal waren. Zo kreeg je dan in het oosten van Suriname kreeg je de Paramakkaars, de Aukaars en de Boni. De Bonnies. En in het zuiden van Suriname had je de Aucaners en Saramakaners. En in het zuidwesten van Suriname had je de Quinties. Dus dat zijn 6 tribes die we van weggelopen, tot slaafgemaakte weggelopen. En dan hebben we verder de mensen van de districten, plantages en Paramaribo. Voordat die Afrikanen hier kwamen, waren er al inheemsen hier. Dat klopt. Toch? Mm. Hoe ging het bij de aankomst van die Afrikanen? Ja, hoe ging het aan toe? Nou, ik moet zeggen dat
ik heb het gevoel, ik plaats het spiritueel in die tijd, dat het voor die Indianen die de rode slaven genoemd werden, een verlichting was dat men ze met rust liet. Mm-hmm. Dus in feite was het een blijde toestand voor hun dat de Afrikanen naar Suriname kwamen. En bij de mensen die het meest genoten hebben van de rode slaven of de vrijgemaakte slaven, de Indianen, mm-hmm. dat zijn de slaven tot slaaf gemaakt die weggelopen zijn. Die konden op hun oude dorpen terechtkomen. De Indianen hadden enorme kennis van land, goed land en medicijnen, et cetera. Dus de Indianen hebben een hele goede samenwerking gehad met de weggelopen, tot slaafgemaakte weggelopen. En dat was een goede ontwikkeling. We hebben gezien, bijvoorbeeld in het zuidwest van Suriname, dat men de Indianen heeft opgezet tegen de Afrikanen. En op een gegeven moment heb je de Kabugurus uitgekregen. Ja? De Kabugurus. De Kabugurus. Ja, een mix tussen Indianen en Afrikaans. En die hebben een vuist gemaakt tegen die witte mensen. Dus ik moet zeggen, een redelijk goede ontwikkeling. Mm-hmm. En, natuurlijk heb je alles wat vreemd is voor de anderen, krijg je spanningen. Maar dat is menselijk. Als je heel wat witte mensen om je heen ziet, dan schrik je eerder voor je niet thuis. Ja. Of je ziet heel wat van de andere etniciteit, dus dat is normaal. Hoe zit het met de integratie van die Afrikanen? Ik moet zeggen dat ze hebben een heel vervelend verleden gehad. Ik moet het wel goed uiteenzetten, want men denkt dat het zo simpel was. Mm-hmm. En dus ik denk aan mensen als Trefosa, die uitspraken gedaan hebben. We nagaan als iemand uit het land gekomen is zonder niks. Die is onmiddellijk als slaaf gaan werken. Heeft hij niet de ruimte gehad om zijn leven in te richten. En een ander gevaar was dat de plantage-eigenaren of de leiders die op de plantages waren, was een regeling getroffen dat het verhouding moest zijn 1 blanke, 10 Afrikaan, tot slaaf gemaakt. Ze hadden in Suriname 20 tot 30 en meer cellen. Dat betekent, verdeeld en heers moest toegepast worden, waardoor allerlei lelijke manieren ontwikkeld werden voor de tot slaaf gemaakte. En dat voelen we tot vandaag aan de dag. En Trefosa heeft het heel mooi gezegd, ik vind het geweldig van Trefosa, is onze grootste dichter eigenlijk, die zegt, als je iets gestopt is een paar generaties in je hoofd, dan gaat het tot in je chromosomen, wetenschappelijk zegt men. Twijfelt men daar, maar hij zegt het gaat helemaal in je chromosomen en dat betekent dat het blijft. Het wordt een gewoonte. En zo hebben wij de negatieve dingen die wij niet gevraagd hebben om, hebben we vaak heel wat dingen, slechte samenhorigheid, vaak niet van elkaar houden, et cetera. Dat zijn dingen, terecht zegt Trefosa, het is helemaal in de chromosomen terechtgekomen. En daarvoor is natuurlijk onderzoek nodig, er is hulp nodig. De Verenigde Naties zegt ook dat de groep van Afrikaanse komaf in de hele wereld ondersteund moet worden tot het jaar 2025. Wat doen ze door dat de staat? Nee, de staat doet niks. Ik weet, in 2011 was een jaar gegeven. Toen heeft men hier een commissie ingesteld en men heeft niks bijzonders gedaan. En de leiders, de zwarte leiders van de doel, die horen bij de doel, moeten opkomen. En de ondernemers om het goed voorbeeld te geven. En dat is uitgevallen. Ik moet zeggen dat we hele leuke ontwikkelingen hebben, nu een beetje. Ik moet zeggen dat we een Kibiri Osso hebben in Marwijnen, waar onze historie bewaard is. We hebben een aan de boven Suriname, op Pekinslee. Dat is Chobi Osso, waar men alle oude dingen bewaart. En we hebben een hier in Paramaribo, van Christine de Henaar, waar heel wat oude dingen van ons verleden bewaard blijven. We hebben ontwikkeling gekregen dat wij onze Winti-religie erkend is door de staat. We hebben een comfort-priester. We hebben gezondheidswerkers. We hebben ambtenaren die huwelijken kunnen voltrekken. Maar meneer Wijngaarden, want je hebt ook over Winti-religie. Ja. Is er een verschil tussen
stadskreolen en die boslandkreolen. Hoeven ze nu maar rond? Ja. Is er een verschil? Ik wil alsjeblieft het woord niet meer gebruiken. Welk woord? Maron, et cetera. De twee ministers, de ex-minister Belfort en Akan van regionale ontwikkeling, die zegt: we praten niet meer die kan, van Maron, die kan. We praten niet meer van Maron. Ik ben zo blij erom, want 20 jaar geleden hebben we onze organisatie de naam gegeven: Federatie voor Afrikaanse Namen. Oh. We zijn één. Ja, ja. En dat moet, je moet niet gaan delen. Op het moment dat je gaat delen, dan krijg je allerlei spanningen. En dat willen, het verschilt wel, want je moet je voorstellen dat de mensen die gevlucht zijn, hebben geen tijd voor allerlei tirelantijntjes. In het bos moest je eten, dan praat men van grongado, men praat van fetigado. Dat is om je te beschermen. En wijsheid, apukugado, wijsheid. Om die wijsheid te hebben, om elkaar te ordenen, et cetera. Dus er zit wat verschillen, maar de verschillen hebben te maken met de omstandigheden. Maar misschien zie ik het verkeerd hoor. Maar is het niet omdat die stadskreool, meeste van de stadskreolen gemixt zijn met die slaven-eigenaren, die blanke mensen. Ja. Weet je, en die mensen die in het binnenland zijn gebleven, die pure Afrikanen, afstammelingen zijn van die Afrikanen. Speelt dat geen rol? Nee, ik denk dat het niet zo'n grote rol, want vandaag en dag zien we die samensmelting. En het is inderdaad, die bemoeienis met de Europeaan die denkt wetenschappelijk, die denkt met het verstand. Mm-hmm. En degene van African come off denkt meer spiritueel. Mm-hmm. Dat zijn de twee grote verschillen. Mm-hmm. Het spiritueel denken en het verstandelijk denken. En, maar je spiritueel denken heeft heel wat voordelen. En ik zeg ook, het verstandelijk denken heeft voordelen. Maar we hebben het voordeel vanwege die omstandigheden dat we beide kunnen gebruiken. We kunnen een mix van maken en beide voordeel halen. Ja. Als de Afrikanen met niets naar hier zijn gekomen, hoe hebben ze hun cultuur dan behouden? Het is een, ik zei al net in het gesprek dat de westerling verstandelijk denk, maar wij denken spiritueel. Mm. Door het spiritueel denken en onze religie ook, die Winti-religie, kan je heel wat dingen achterhalen wat er is. En bij de dienst, het was ook in hun hoofd. Mm. Ze hebben het hier, ik zie hier bijvoorbeeld heb ik Apinti uit Afrika. Die is iets anders dan de Apinti waarmee Adao nu speelt. Is anders. Dit komt uit het moederland, maar hier moesten ze het bedenken, want ze konden niks meer nemen. Dus ze hebben iets bedacht, ze hebben het in hun mind en dan gaan ze het ontwikkelen. Dus we hebben hier, en je moet niet vergeten, we praten van 1650. Sommige dingen van ons zijn origineler dan in Afrika. Ja, want vooral bij de... Maar hoe kwam dat? Nou, onze broeders en zusters zijn anders zijn direct na een jaar naar het bos gegaan. Dat betekent dat bepaalde gewoontes in de mind gebleven is. En ik zei al dat ze door spiritueel denken hebben ze echt zich geconcentreerd op voedsel, op veiligheid en op wijsheid. Mm-hmm. En die wijsheid heeft gemaakt dat ze zichzelf konden ordenen in het binnenland en zo hun zaken in place brengen. En dan heb je die grote gemeenschappen, zoals de Alkanes, de Samakanes in het binnenland, de Alukus, de mensen, de Matawais, de Quinti zijn de kleinste. Maar daar is die ontwikkeling, moet je het zien. Mm-hmm. Het spiritueel denken heeft altijd voordelen. En, wat is de positie van die Afrikaan nu in Suriname? Nou, ik moet zeggen dat ik heel blij ben. Ik zei net van de ministers dat ze zelf als wetenschappers werken naar die eenheid. Dat ze zeggen, we zijn niet twee, we zijn één groep hier gekomen. Ik zei dat we nu erkenning hebben van de staat. Pas in 1970, 71, we mochten onze religie niet beleven, niet uitvoeren. Nu vandaan, het mocht na in 1971, maar nu is het erkend door de staat. We hebben Winti-priesters nu. We hebben gezondheidswerkers. We hebben huwelijksambtenaren. We hebben, zeg maar, museumachtige plekjes in Marowijne, Suriname en in Paramaribo met ons verleden.
Dus ik moet zeggen, het is in de laatste jaren ontwikkeld. Mm-hmm. Dus we zijn op een goede weg. Alleen ben ik, als wij niet de hulp die de Verenigde Naties voorstelt, om dat de regeringen, dat geldt het voor de regering, alle landen in de nieuwe wereld, dat ze die extra aandacht besteden voor de groep. Want vanwege het verleden is er een achteruitgang gekomen in het hele denken en het aanpakken van zaken. Daarom zeggen zij, die 10 jaar lang moet die regeringen moeten die groep ondersteunen. En dan vraag ik hierbij ook degene die gestudeerd hebben, die ondernemers zijn, dat ze zich gaan inzetten. Dus niet die handje vol mensen die je hoort, die zijn dat en dat. Je moet kijken hoe dat ontwikkelt. We merken ook op de universiteit, daar ben ik pas gisteren geweest, dan heb je een verhouding van 1 op 12. Mm-hmm. Dan heb je weer een scheve groei van meisjes en jongens. 12 meisjes, 1 jongen op de IOL. En dan krijg je weer op de universiteit, heb je 3 meisjes, 1 jongen. Mm-hmm. Dus die ordening moet echt serieus aangewerkt worden. Dan geloof ik wel dat we eind van de rit kunnen praten van 1 natie in Suriname. Met alle andere etniciteiten. De toekomst van de Afrikanen in Suriname, hoe ziet dat eruit? Nou, dat, wat ik net zei, met de ondersteuning, als de overheid, onze overheid wil luisteren naar de Verenigde Naties, want die zitten aan de top. Die zien wat er gebeurt, die kennen de geschiedenis beter. En die weten ook de gevolgen van de geschiedenis, wat het heeft op de doelgroep. En we moeten niet kijken naar de enkele, een paar die professor zijn, en dokter en noem maar op. We moeten kijken naar het grote gedeelte. En het grote gedeelte heeft nog steeds last van het verleden. Ja. En die verleden houdt hun sociaal, economisch, maatschappelijk, cultureel achter. En daar moeten de studenten van ons moeten meer worden ingezet. Ik kom gisteren van de universiteit, ik praat met een paar wetenschappers. De studenten moeten men meer gaan inzetten om onderzoek te doen naar obstakels binnen de doelgroep. Klopt. En dan geloof ik wel dat we we zijn verder geïntegreerd met de andere bevolkingsgroepen in het land. Maar de scheve ontwikkelingsgroei, dat is er. Gewoon, we hebben niet een duidelijke levensfilosofie van meneer, je moet opgevoed zijn. Je moet scholing krijgen, je moet je bekwamen wetenschappelijk praktisch. Je moet wat rijkdom vergaren, want je blijft niet hetzelfde. Ja. In noodgevallen moet je kunnen aankloppen, je reserves kunnen aankloppen. En je moet je kunnen inzetten na een bepaalde leeftijd voor de samenleving. Ja. Typisch van het Afrikaans voedsel. Ik heb altijd achter je gestaan. Zelfs op de momenten dat jouw steunen mij pijn deed. Ik wilde altijd het beste uit je halen. Zodat jouw basis goed was en je beschermd was tegen leed. Ik wilde je altijd groot zien worden. Groot, sterk en gezond. Ook op de moeilijkste momenten was ik er voor je. Vaak op de achtergrond. Umpsa wan lowatra. Ma umpsa ding na nga makandra. And we know aten kenki mi ati na view. And a lobby disi na lobby futru. De Molen, al 50 jaar liefde van Suriname. Al onze producten verrijkt met ijzer, vitamine B1, B2 en foliumzuur. Ja, er zijn heel wat. We maken gauw plezier, maar we denken ze afingi. Ja. Dat is een lekkere soep. We kennen onze moksa lezen, als masusa lezen. Echte masusa lezen. Ja. Oor is echte en onechte. Ja, echte en onechte. En we hebben onze pom, we hebben onze sneesoep, we hebben gridbana, we hebben onze kunuduru. Mm-hmm. Er zijn heel wat gerechten die wij ook de ruimte moeten geven om zich te ontwikkelen en serieus. Niet het kruimel business doen, maar een beetje ruimer business doen. Mm-hmm. Want dat zie ik al te vaak. En dat moeten we doorbreken. En dat kan alleen doorbroken worden door de ondernemers van de doelgroep.
En onderzoek via de universiteit om te achterhalen waarom. Dan geloof ik dat we het zeer zeker zullen maken. Die intentie is er. En het hele landbouwsysteem nog. Ik ben zelf van huis uit. Ik bekijk dat in landbouwkunde. Ja. Van huis uit landbouwkunde. En dan zie je van ons heel landbouwsysteem binnen de doelgroep is eigenlijk verkeerd. Mm-hmm. Het is een landbouwsysteem waar je geen groei in krijgt. Mm-hmm. Je hebt een stilstand en achteruitgang. Dat zijn twee dingen. Terwijl je het andere landbouwsysteem toepast, want dat zijn heel wat mensen aan de doelgroep zijn nog landbouw, mm-hmm. kan je een stevige groei krijgen waar je kan zeggen, na jaren, 10 jaar, 15 jaar, kan je zeggen, dit heb ik overgehouden. Ja. Maar hoe ouder je wordt, hoe armer je wordt in het landbouwsysteem van degene van Afrika Roots. Oké, typische van die Afrikaanse kleding. Ja. Kunt u ons vertellen? Ja, we hebben een, het Europese invloed hebben we meegenomen en we hebben dingen gemaakt die wij leuk vinden. Ik denk aan de koto, ik denk aan de jatje, ik denk aan allerlei. Maar het is zwaar beïnvloed door het Westen nogmaals, die Westerse invloeden. En, maar het is een product van ons. Ja, ja, dat is heel belangrijk. We moeten geen aap zijn, maar we moeten wel spelen met wat we om ons heen zien. Want uiteindelijk wordt de wereld één. Mm-hmm. En men praat ook van de nieuwe wereld. Wordt na 500 jaar praten we niet meer van maar we praten van de mens van de nieuwe wereld. Ja. Maar je zal nu moeten werken, elke groep moet werken, zodat je straks later, dat je zelf kan terugvinden als etniciteit in die nieuwe wereld van, oh ja, het bestaan uit 10 etniciteiten en dan, oh, dat vind ik ziek terug. En dat is moet belangrijk. Dat betekent dat hard gewerkt worden nu, vooral degene van African Roots, zou hard moeten werken, zodat we ons ding kunnen vinden in die natievorming van Suriname na 50 jaar of noem maar op. En muziek en dans? Ja, daar zijn we de master in, ook zwaar gemixt. Ik ben blij dat bepaalde dingen origineel behouden blijven, maar we hebben heel wat nieuwe dingen die we met het Westen mixen en we maken. Het is ook een product van ons nogmaals, daar spreek ik niet tegen. Maar je kan het in twee groepen zien. Eén die dus zwaar beïnvloed is door het Westen en één die nog steeds de invloed heeft van het moederland en spiritueel denken en spiritueel dingen verwerken in hun muziek. En dat vind ik hele goede dingen, want dat vind je identiteit terug. Ja, ja. We gaan het afsluiten, meneer Iwan Wijngaarde. Ja. Ik ben onverdeerd, maar er is veel meer. Ik heb hier die kwakoe hier. Ja, die kwakoe, dat verhaal van kwakoe vertelde. Ja, 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 ja. Want ik dacht altijd dat het over die kwakoe. Nee, deze kwakoe is de dag. We zijn op een woensdag zijn we vrijgekomen in 1863. Mm-hmm. En daarom hebben we in de dag, die stom popje heeft men kwakoe genoemd. Die daar 50 jaar of 55 jaar geleden gemaakt is door Klas, heeft men kwakoe genoemd. Oh, dus dit is een andere kwakoe. Maar dit is een echte kwakoe. Echte kwakoe. Echte kwakoe die geronseld is aan een rivier in Ghana, in het achterland van Afrika, van de werelddeel Afrika, en geronseld en verkocht voor een koning. En dan weer verkocht aan de mensen die naar de tropen gingen, naar de nieuwe wereld gingen. Mm-hmm. En hier in Suriname verkocht. En onze Stedman, die heeft hem genomen als voetenboy. Mm-hmm. En Stedman had een zekere liefde, niet alleen voor de Surinaamse vrouw, want hij had ook een Surinaamse vrouw, maar ook voor de Surinaamse mens. Yeah. En hij heeft kwakoe meegenomen naar Holland. En kwakoe is gaan blijven bij een baron in Holland. En daar had hij gauw genoeg van. Mm. Hij zei, ik wil zijn. Daar zijn dingen geschreven. Het is een werkelijk verhaal. En later heeft men hem, is hij op de vaart gegaan. Is helemaal in Jakarta terechtgekomen. Men heeft dingen gevonden in Jakarta waar zijn naam voorkomt. Ja. Dus hoogwaarschijnlijk. Maar hij was toen 35, 36 jaar oud. Maar hij is op 9-jarige leeftijd geronseld uit het achterland van het werelddeel Afrika. Afrika. We gaan het afsluiten. Ja. Jullie hebben het allemaal gehoord van meneer Iwan Wijngaarde. Mireken om Iwan Botega man voor dans naar een adron. Nee, maar ik kan dansen. Sluit af, ik kan dansen. Ik kan dansen aan een adron doen, hoor. Maar we gaan het afsluiten. We gaan nu richting Saramaka.
Daar wacht meneer Reisdijk, Erik Reisdijk op ons. Erik! Hé, Euro, met jou me wachten. Ik kom eraan. Even nog, we gaan het hier afsluiten. We kregen, je mag pleepje morgen te met Erik Jerry. Bye bye, swai. Thank you.